Predictive maintenance, een onderhoudsmonteurvrije fabriek. Daar gaan we het over hebben na procesoptimalisatie, innovatie en technologie. In het derde blok aan tafel hier Maas-Jan Smit van SPI, Unit Manager. Margrita Noordmans aan deze kant. Engie, programmamanager Smart Maintenance. Suplacom, directeur van Suplacom met u. Jellat Koers. Ja. En Fred Jansen, Maintenance Improvement Manager hier bij IJssel Technology. Even bij jou beginnen, want mijn Engels is op zich best behoorlijk. Maar predictive maintenance, leg uit. Je Engels is behoorlijk, geef je al aan. Hè? Ja. 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 Ja, nou kijk, als je over predictive praat, dan praat je eigenlijk over het voorspellen. Mm-hmm. En wat je eigenlijk met maintenance probeert te doen, is dat je een aantal zaken probeert te voorspellen. Eigenlijk is het filmpje wat we net hebben gezien is eigenlijk niet goed. Nee? Want wat je daar zag was er iets was misgegaan, dus het is niet goed voorspeld. Nee. Nee. Dus de man werd wel keurig naar binnen geleid en met wat aantal smart snufjes. Maar, en het lost het goed op en ook keurig op tijd. Maar in feite had je dit moeten voorkomen. Dus wat je eigenlijk probeert te doen met predictive maintenance, probeer je te voorspellen om stilstand te voorkomen. Dat is eigenlijk wat je probeert te voorspellen om stilstand te voorkomen. Dus voorkomen is beter dan genezen in dit geval. Absoluut. En daar heb je dan enorm veel data voor en daar kun je dan wat mee. Ja. Ja. En hoe ver zijn we daar dan al in? Nou, vandaag hebben we behoorlijk wat demonstraties gezien wat je allemaal hebt. Maar hoe ver zijn we daarmee? Ik weet dat we gewoon veel verder zijn als wat we op dit moment toepassen. Ik kom bij bedrijven en dan denk ik van, jee, wat is hier een data beschikbaar? Ja. Zonder dat men eigenlijk goed realiseert dat men dat echt gewoon simpelweg kan toepassen. Een simpelweg voorbeeldje bij een scan ergens, werd ik gevraagd van, gebruiken jullie ook predictive maintenance-achtige zaken? Nee, nou dat ging in dit geval om een stoom, of ging in dit geval om een ketel. En wat werd er gezegd? Ja, maar we doen iets aan CO-metingen, we doen iets aan temperatuurmetingen, we doen iets... Ja, wat doe je ermee? Ja, dat is allemaal voor de wettelijke bepalingen. Ja, maar je kunt er heel veel uithalen. Ja. Dus weet die data gewoon te koppelen, te combineren en je kunt een aantal dingen voorspellen. En dat soort zaken, nou, dat is daadwerkelijk gewoon nu aanwezig. Is nu aanwezig. Ja. Hoe is dat bij Suplacom? Ja, hoe is dat bij Suplacom? Een productiebedrijf, wij leunen sterk op de inzet van de leverancier van de machine. Mm-hmm. Dan moet je denken aan lasersnijders, kantbanken, best kapitaalsintensieve machines. Ja. Zitten veelal in een onderhoudscontract, dus dan heb je eigenlijk tijdsgericht onderhoud wat erbij zit. Ja. Eigenlijk ook wel een vorm van predictive maintenance, maar wellicht wel heel makkelijk ingeregeld. Hè? Uh-huh. Zeg maar om de 2000 uur komen we langs. Hè? Ja. Dat soort dingen. Maar je ziet ook een andere ontwikkeling natuurlijk. Dat is nog net niet de Google bril, maar wel eigenlijk het inbellen. In de nieuwste machines zitten ook echt sensoren. Hebben we een storing, dan kan de leverancier op afstand mee gaan kijken om eigenlijk erachter te komen waar de storing zit. Ja. En dan is het leuke, zeker als je dan bij componenten komt die standaard in de markt verkrijgbaar zijn, ja, dat je eigen process operator, want daar praten we dan over, op dat moment eigenlijk ook je onderhoudsengineer wordt. He, want dat deel is eigenlijk om de hoek wel te koop en kan er alsnog ingezet worden. En die wordt dan begeleid om dat op een goede manier allemaal Ja, en dat is eigenlijk, ja, noemen we het geen predictive maintenance, maar wel een hele verbetering met eigenlijk het breakdown maintenance wat we gewoon 5 of 10 jaar geleden hadden. Ja, precies. Dus dan toch wel weer een beetje het filmpje, maar dan degene die aan de machine staat zelf niet oplost. Absoluut, en dan via een geolied proces. En dan veelal niet moeilijk invliegen van grote afstand, maar gewoon in de markt ophalen. Oké, dank. Maas-Jan, hoe doen jullie dat? Combinatie van technologie, bedrijfskundige kant is belangrijk, begrijp ik. Hè? Ook het vorige gesprek, hoe werkt zoiets dan? Nou ja, wat we bij veel bedrijven zien is dat, hoe zou ik dat zeggen? Er is wel, ik wil het geen hype noemen, maar het wordt wel zeg maar heel erg gepresenteerd als de oplossing voor alle problemen. Ja. En wat je daarin ziet is dat, we hadden straks even een voorbereid gesprekje en eigenlijk bijna proberen mensen, bedrijven in een vijfde versnelling te gaan opereren, waarbij ze 3 en 4 eigenlijk overslaan. Mm-hmm. Oftewel, er is al heel veel informatie beschikbaar en als je die informatie vanuit je doelstelling, vanuit je waardedrijver die een bepaald bedrijf heeft, en dat is vaak, als je productiebedrijf kijkt, is het de meest dominante is volume of kosten. Uh-huh. En als je daar een goede keuze in, of duidelijk beeld over hebt, wat je wil beïnvloeden, kan je ook goed bepalen welke informatie helpt mij daarbij om beslissingen te nemen. Ja.
En voordat je dan allerlei nieuwe data gaat toevoegen, is het ook heel goed om te kijken van wat is er nou? Ja. En dat kan uit een onderhoudsbeheerssysteem komen, dat kan uit de meslaag komen, dat kan uit OEE-data komen. En als je die op een goede manier combineert, kun je al een hele mooie stap maken om straks zeg maar, de innovatie die eraan komt ook beter aan te kunnen en goed in positie te brengen zonder dat je alles wat je hebt nog veel groter te maken en daardoor heel ingewikkeld te maken. Ja, oké, interessant. Margarita, kom je daar tegen dat je eigenlijk op een plek komt en dat je aangeeft van, maar jongens, jullie hebben al zoveel data, daar kun je zoveel mee doen en dat gebeurt eigenlijk nog niet. Dus mensen denken, oh, wacht eens even. Ja? Ja, alle vormen eigenlijk. Ja? Dus we hebben, ja, ik zou haast wel met de ervaringen die wij hebben, wat wij doen zeg maar, is dat wij, ik zou haast zeggen, op eigen assets gaan oefenen. Ja, want mooie PowerPoints, daar hebben we heel veel van, maar ja, wat, daar heb je niet zoveel aan. Hè? Nee. Tenminste, een leuk verhaal, maar wat wij juist doen is dat we zeggen, ja, we gaan met ja, de assets die we zelf in beheer hebben, daar gaan we op oefenen. In de zin van dat we domein-experts koppelen aan data scientisten die we zelf in dienst hebben. En dat we vanuit die samen laten werken om vervolgens te kijken van, joh, is de data voldoende? Is het schone data? Zegt die data überhaupt iets? Ja. En wat kan je er dan vervolgens mee? Dus ja, we komen ook tegen dat de hele grote klanten helemaal geen data opslaan bijvoorbeeld. En dan zou je denken, nou, dat zouden ze toch wel moeten doen. Ja. Maar dat doen ze dus niet. Dat doen ze niet. En we hebben klanten in de high-tech die heel veel data hebben, maar waar gewoon letterlijk in de datateksten staat bad data. Dus ja, daar kan je ook niet zoveel mee. Nee, dat klinkt niet heel goed. Kijk, zo goed is mijn Engels dan weer wel. Dat lijkt me dan niet, hoef ik niet te vertalen waar je nee, zegt. Nee, dat lijkt me niet zo handig. Nee. Ja. Nee, maar op eigen assets proberen jullie dan dingen uit. Ja. En hoe moet ik dat dan concreet voor me zien bij Engie? Nou, we hebben eigen assets. Is bijvoorbeeld de energiecentrale. Mm-hmm. Ik begreep net al van mijn collega, de dame die daar zit. Dus twee vrouwen van een technisch bedrijf, dat is wel mooi hè, dat jullie vandaag hebben. Ja, is ook een asset. Dat zijn ook assets. Ja. Maar goed, wat we, Engie, we hebben onder andere zeg maar eigen energiebedrijven. En daar was een bepaalde business case. Dus voor ons wel zeer wezenlijk om een business case te hebben. Want je kan, er is al heel veel bekend, hè. Er is al heel veel duidelijk. Ja, er is al heel veel expert, er zijn heel veel mensen die verstand hebben van de installaties. Als je iets toevoegt, als je een nieuw algoritme bedenkt die je toevoegt in het, en implementeert in het systeem, ja, dat kost ook geld. Hè. Dat kost ontwikkelgeld, kost implementatiegeld. Dus dat moeten we afwegen tegen wat het moet opleveren, zeg maar. Ja. Dus we beginnen ermee dat we zeggen van ja, wat is de business case? Is er een business case? Dat kan zijn in downtime, dat kan, voor de energiecentrale hebben we dat bij elkaar gebracht, dus data science en domeinkennis bij elkaar gebracht. En we zijn nu zover dat we een algoritme wat voorspellend is, dat we die in productie willen nemen met de klant. Dus, Oké, een algoritme wat voorspellend is. Is dat interessant? Is dat nog ver van je bed? Nee, zeker is het niet ver van mijn bed. Nee. Dat is, je ziet het ook bij de leveranciers van de machines, dat ze in toenemende mate hierover nadenken. En er is best wel een gedachtenstrijdje aan de gang over welke data stel je te beschikbaar, waar stel je beschikbaar en wat kun je ermee doen. Mm-hmm. Want voordat je het weet kom je buiten de scene van het onderhoud en zit je puur in je procestechnologie. Mm-hmm. Het is niet alleen van doet mijn lasersnijder het ook, maar hey, wanneer komt die buiten zijn spek? Is dat altijd bij hetzelfde materiaal of bij andere snelheden of bij scherpe hoeken? Ja. Er komt een hele technologie komt er dan om de hoek kijken. En voordat je het weet, geef je hem weg. Maar wat nog erger is, je hebt niet door dat je hem hebt gehad. En, dat is best een dingetje op dit moment. Ja, dat is best een dingetje. Ja. Is dat ook een dingetje verder van jullie tegenkomen in het werk? Als ik ga kijken naar het voorspellen van een downtime van een installatie. Dat heb ik bij een bedrijf meegemaakt, naam Suikerunie in dit geval. Dan kan men op een gegeven moment kan men zien dat de degradatie van het proces gaande is. Mm-hmm. En dat is dus ook daadwerkelijk informatie voor het productieproces zelf. Mm-hmm. Je wilt dat zien te voorkomen. Dus informatie wat je verzamelt op je installatie. Het is de temperatuur, het zijn drukken, het zijn trillingen, het zijn ultrasoonmetingen. Allemaal van dat soort data geeft gewoon informatie waarbij je zegt van mijn productieproces ondergaat nu een degradatie. Ik kan hierop bijsturen. Ja. En het bijsturen betekent gewoon dat je een productiestilstand weet te voorkomen. Ja. Nou, en
Een productiestilstand, ja, dat zijn gewoon kapitalen. Reken maar een paar uur stilstand. Ja, dat loopt echt in de papieren. Behalve dat, je loopt ook tegen een leverbetrouwbaarheid aan. Dus hoe betrouwbaar ben je nog als leverancier als je niet op tijd kunt leveren? En dat zijn dingen die je allemaal kunt voorkomen. En dat zijn... Zijn steekhoudende argumenten, kan ik me zo voorstellen, om er wel serieus mee aan de gang te gaan. Maar is dan alles maar meten de beste oplossing in eerste instantie? Eerst maar eens die data allemaal binnenkrijgen of zie ik dat verkeerd? Nou, maak de juiste keuzes over wat je binnenhaalt. Ja. Kijk, want uiteindelijk het inrichten van al die processen kost natuurlijk ook geld. En ik hoor jou ook zeggen de business case. Ik denk dat je wel moet kijken welke invloed wil je uitoefenen. En als een hele vuilverbranding stilgaat, is dat natuurlijk een heel ander proces dan ik noem maar even in een mosterdfabriek waar een lijntje is die je wat afvult. Ja, dan ga je natuurlijk hele andere keuzes maken om dat te beïnvloeden. Ja. En ik ben sowieso ook wel van mening, is een installatie of een installatiedeel, hoe kritisch is het in dat hele proces? Ja. Heb je er een stukje buffer in of niet? Uh-huh. Dat zijn ook wel keuzes die je zeg maar wel heel moet maken. Of afwegingen die je moet maken om uiteindelijk de keuze te bepalen. Hoe ver ga ik met het meten? Ja, dus die afwegingen maak je met al die dingen in oogschouw nemen en dan kijk je welke data is meest relevant eigenlijk. Absoluut. Ja. En dan zeggen jullie, nou, die business cases, daar zijn we dan mee bezig. Daar moet je ongetwijfeld ook in kaart brengen. Wat zijn kosten-baten daarin? Wat is dan key in het maken van zo'n keuze voor jullie? Nou ja, wat meneer al zegt, is kritisch. Hè? Wat is kritisch? Mm-hmm. Maar ja, om even een voorbeeld te duiden, bij de energie, de ene dag of de ene seconde is zeg maar de energieprijs 0 euro, 0 eurocent. En een ander moment is die, bij wijze van spreken, tientallen euro's waard. Ja, hoe zet je dat dan af in je business case? Ja, ik vind het moeilijk. Hè? Ja, dus, ik als iemand hier het antwoord weet, dan hou ik me aanbevolen. Maar dat maakt de case lastig. Ja. Maar goed, neem niet weg dat je het wel moet onderzoeken. Je moet het wel doen. Ja, je moet het wel doen. Ja. En onderhoudsvrije, monteurvrije, het is een hele mond vol, onderhoudsmonteurvrije fabriek. Hè? Hoe ver zijn we daarvan af? Of is dat er al eigenlijk? Nou, het is er gewoon al. Ja. Het is er absoluut. En heel simpel hoor, want we zien ze dagelijks. Kijk bijvoorbeeld naar een windmolen, zie je daar een onderhoudsmonteur bij lopen. En in feite is dat een energiecentrale als je dat zo beschouwt. Nou, je ziet er ook geen operator bij. Dus alles gebeurt daar op afstand. Dus dat gebeurt. Als je ziet wat voor informatie dat je in bedrijven hebt, en daar hebben we het net al even over gehad. Een bedrijf waar ik vrij recent een project heb uitgevoerd. Dat bedrijf, daar liep iemand rond en die zegt van, goh, ik weet precies wat is een proces, een daadwerkelijk proces, bestaat uit heel veel kleppen die allemaal aangestuurd worden. En dan gaat in één keer die klepsnelheid, die verandert dan. Mm-hmm. Dat is voor hem een signaal. Dat is data die ze allemaal al hebben, maar er werd niks mee gedaan. Nee. Vergeet het maar. Maar daarmee konden ze dus wel een storing voorspellen. Mm-hmm. Nou, allemaal van dat soort zaken. Als je dit soort gegevens hebt, dan kun je dus op afstand blijven volgen. Dan kun je op afstand monitoren. Ja. Dan heb je die storingsmonteur niet nodig. Goedwillende mensen, echt allemaal goedwillende mensen. Het project waar ik net naar verwees, daar liep de storingsmonteur de hele dag in het bedrijf. Ja. Hield het bedrijf aan de praat. Maar deed ook een heleboel dingen wat we helemaal niet weten. En dat is ook lastig. Dat is ook een valkuil waar je in kunt stappen. Ja, oké. Okay. Haal ze eruit, laat ze monitoren op de juiste data en weet op het juiste moment het bedrijf te behoeden voor stilstand. Ja. Niet op basis van tijd, niet op basis van draaiuren, maar gewoon op het moment dat de degradatie daar is. Nou ja, dat je zegt van nu moet ik ingrijpen. Nu kan ik ook mijn productie geregeld, gecontroleerd aftoeren en mijn ding doen. Dus haal ze uit die fabriek en laat ze die data controleren om te voorkomen dat het fout gaat in plaats van daar constant rondlopen. Ja, dat zou bijna een stelling kunnen zijn. Dat zou een stelling kunnen zijn. Ja. Wat is er dan even terug, even naar de werkvloer, die vind ik dan altijd interessant, hè? Want hè, inderdaad, sheets, prachtig allemaal. Maar wat is er dan voor nodig om in zo'n organisatie als die van jou, om daar dan echt serieus mee aan de slag te gaan? Die predictive maintenance. Nou, eigenlijk zijn we er volop mee aan de slag. En dat is hoe mensen zich ontwikkelen, maar ook hoe je toeleveranciers zich ontwikkelen. Kijk, het soort bedrijf wat we hebben, dat is eigenlijk discrete productie. Een groot machinepark wat er staat, best geavanceerd, maar daartussen veel mensen. Ja. Dus als ergens een oponthoud is, vergelijk het eigenlijk met de filemelding. Ja. Je hebt een verkeersnetwerk en ergens is een oponthoud en iedereen gaat er dan omheen. Nou, zo kun je dat bij ons ook zien. Hè? Het is geen productielijn, het zijn elementen die op een gegeven moment minder produceren en dan het hele productieproces gaat er dan als het ware omheen. Maar uiteindelijk kost het natuurlijk wel capaciteit, want je komt later op je bestemming aan. Ja.
Dat is feitelijk de situatie. De trend om daarmee om te gaan is, wat ik je net al aangaf hier in het gesprek, is dat in ons type machinepark eigenlijk het onderhoud en de storingsanalyse en de storingsoplossing, wat vroeger extern was en die moest naar binnen komen, gebeurt nou voor een hoge mate online met lokale componenten. Ja. Dus eigenlijk 80% van de storingen die je hebt, en die kunnen op die manier veel sneller en veel makkelijker verholpen worden. En dat vinden wij een groot asset. Voordat het een groot probleem wordt. Absoluut. Uiteindelijk. Ja. Oké. Ik ben wel benieuwd met dit soort onderwerpen waar het dan naartoe gaat. Hè? Enig idee? Ja, net zover als je kan bedenken. Ja. Alleen als je maar, ja, denk ik wel. Als, ja. als je maar de keuzes maakt, als je maar de afslag neemt om dat te gaan organiseren. Ja. Ik denk dat we met elkaar alle technieken die je ziet, die zijn toepasbaar. Alleen hebben bedrijven de focus om ze zo in te zetten en durven ze de keuzes te maken. Het ging ook over innovatie, ja, om die stappen van A tot Z uit te voeren. Ja. En als dat kan, en het is zeg maar in een bedrijfsmatige, is het zal niet ieder bedrijfstak zich daarvoor lenen. Dan is de sky the limit. Maar jij hebt er dagelijks mee te maken. Wat creëert dan die awareness dat het bedrijf op een gegeven moment denkt, ik moet daar wat mee doen. Ik ga daarmee aan de slag. Ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd dat het dat doorvoeren valt best nog wel tegen, vind ik. Okay. Tenminste, in de bedrijven waar wij komen, dan is dat toch wel lastig. Omdat het is niet alleen technologie, het is ook een cultuurverandering, het is een stuk innovatie, dus eigenlijk alles bij elkaar. En wil je morgen anders zijn, dan moet je vandaag wel beginnen. Ja. En die stap, zeg maar, gefundamenteerd doorvoeren, is best wel een lastig. Ja. Mensen blijven toch wel, het bedrijf blijft toch wel een beetje hangen in wat we altijd al deden. Hè? Dat kwam natuurlijk ook even naar voren. Zijn we weer bij die mensen? Dat is toch ook hetzelfde. Probeer het een beetje weg te houden en komen we weer bij die mensen. Dat is zo. Bij jullie werkt dat ook zo, die mindset? Ik zat te denken even wat me te binnen schoot. Ik denk dat, als ik dat zo vrij mag zijn, een heel ander antwoord te zeker geven. Zeker. Ja hoor. zo werkt mijn brein dan. Heel goed. Over de positie, zeg maar. Dus ik denk dat wij, want wij zijn ook wel, we komen elkaar wel eens tegen in het werkveld, zeg maar. Niet persoonlijk, maar qua bedrijven. Maar dat we meemaken is dat onze positie is ook zoals die altijd was, ten opzichte van de klant. Maar ik denk om dus je praat met degene met wie je altijd praat. Mm-hmm. Ja, dat is bij wijze van spreken, ik noem maar even voor het gemak, de maintenance manager van bedrijf X. Ja. Ik denk waar we nu voor staan is dat je eigenlijk op board level niveau, want je hebt het over investeringen, je hebt het over anders, hè, we komen tegen dat je niet meer een N+1 situatie hoeft te bouwen, want als je de N heel goed maakt, ja, dan heb je die 1 niet eens meer nodig. Okay, ja. Dus, maar dat is niet de maintenance manager die dat gaat zeggen, dat is het board. Of iemand die op dat boordniveau meepraat, die dat mee kan sturen. Dus een stapje hoger in de strategie eigenlijk. Ja, dus ik denk dat er twee dingen. Bij de klant moet ook die positie. Hè, dus degene die asset management in zijn portefeuille heeft, moet ook op een wat hoger niveau, zeg maar, mee mogen praten. En aan de andere kant moeten wij ook, zeg maar, mee kunnen praten. Ja, helder. Sky is the limit, hoor ik. Begin dan maar eens met de data die je al in huis hebt. He, dat hoor ik van jouw kant eigenlijk. Wat zal verder een mooie eerste stap kunnen zijn om hier serieus ontwikkeling in te maken voor een organisatie? Nou, begin met de data wat je in huis hebt, maar je moet met de data kunnen beginnen. Dus dat betekent dat je je organisatie daarop ingericht moet hebben. Ja, heel snel ben je weer terug bij de mensen die het moeten gaan doen. Ja, mag ook. Maar ik ben het ook helemaal eens. Maar ik ben het ook helemaal eens met wat er net is gezegd. Je moet dus medewerking hebben vanuit de board. Daar moet een beslissing genomen worden. Misschien wel heel kort door de bocht, maar maintenance werd in het verleden toch nog best wel gezien als een kostenpost. Mm-hmm. En ik kom nog wel bij klanten en dan zeggen ze van, kan mijn onderhoudsbudget met zoveel procent omlaag? Ja, daar heb ik een flauw antwoord op. Ja, dat kan met 100% omlaag. Ja, dan moet je zorgen dat het er niet meer is. Zo flauw kan het zijn. Dus, maar als je daarover nadenkt, dan denk je van, ja, maar wat doet maintenance dan wel? Wat is dan je toegevoegde waarde? Ja. En dan is het cirkeltje weer rond. Dus als je dan met de mensen praat over de toegevoegde waarde en je praat dan over de verliezen uit je organisatie halen, de stilstand eruit halen, de onbetrouwbaarheid eruit halen, als je dan de board daarin zover meekrijgt, dan heb je een business. Ja. Dan ben je echt aan het werk. Maar dan is het wel zo, en dat is precies wat je net zelf ook aangaf. Ja, je wilt naar die vijfde versnelling, maar je zult hem op moeten bouwen. Je zult hem stap voor stap zul je de organisatie moeten gaan inrichten. Ja. En dan kom je daar waar je wezen moet. Dus het is heel veelomvattend dan.
Het, is, het grijpt behoorlijk in het complete proces, in de complete organisatie. Dus data die je hebt gebruiken, op boardniveau meepraten, daar awareness creëren over wat het kan opleveren. Ja. Uiteindelijk, daar zit de board, maar die zegt ik heb dit 80% eigenlijk wel voor elkaar. Ja, maar die 20% intrigeert natuurlijk ook. Hè? Ja. Dat zien jouw business partners ook, in dit geval de kapitaalsleveranciers. Daar kom je eigenlijk bij de volgende stap als een nieuw model. Niet meer het bezit, maar het gebruik. Wij zijn daar al best ver in met een aantal kritieke machines. De wijze waar wij opereren getuigt er weer van dat de leverancier daar een support onder zet voor een bepaalde fixed price en dat bij jou doet. Hè? Ja, dus daar zijn we al blij mee. Maar de volgende stap is als het ware dat het, de machine niet meer voor mij is, maar dat ik in de gelegenheid word gesteld om hem te gebruiken. Ja. Waarbij mijn eis natuurlijk is dat hij ook gebruiksklaar is. Nou, dan kom je in een... Dat is interessant. Dus bij wie ligt er dan het probleem hè, van die maintenance? Nou, in ieder geval ligt er een gemeenschappelijk belang. Ja. Mijn belang is dat hij doet. Ja. Ja. En de leverancier die moet aan zijn verplichting, aan zijn slaaf voldoen, dat hij inderdaad ook beschikbaar is. Ja. En op zo'n wijze kun je heel goed zien dat bijvoorbeeld de data die je genereert omgezet wordt in informatie, hè, want daar gaat het natuurlijk om, die ook duaal inzetbaar is. En dat is een volgende stap die in onze tak van industrie binnenkort gaat zien. Ja, en dat is ook al wel een gedeeld belang wat door de leverancier in dit geval ook wordt gezien? Absoluut. Ja. Ja, eigenlijk haast nog meer dan bij zijn klanten. Ja, interessant. Ja. Hoe zien jullie dat? Want dan ligt dat probleem, ik noem het dan toch maar eventjes zo, dan ineens bij de leverancier in dit geval. Als je meer naar pay-per-use-achtige en andere verdienmodellen. Ja, andere verdienmodellen heeft ook onze aandacht. En daar hebben we natuurlijk ook vanwege de IFRS 16, wijziging van operational lease naar off-balance naar on-balance. Dus daar zijn we aan het verkennen. Dus met partijen om te kijken wat het dan voor ons betekent. Ja, precies. Maar daar moeten we wel afzetten van hoe hebben we het nu geregeld? Hoe werkt het dan in die verschillende modellen? En ja, dat moet je denk ik klantspecifiek maken, maar hoe dat precies zit, dat heb ik nog niet af. Nee, maar, dat vraag ik ook niet van je. Wat zijn jouw gedachten daarover? Je maakt zeg maar de prestatie objectiever. Ja. En daarmee zeg maar beter af te rekenen over en weer. En daarmee speelt het natuurlijk ook wel, dat komt hier nog wat minder in aan bod. Kijk, we hebben het wel over het predictieve, maar er zijn natuurlijk heel veel omgevingsfactoren die daar toch wel een rol in spelen. En dat is ook de gebruiker. En in hoeverre kun je zeg maar inbouwen wat nou de problematiek is. En of die dan door de gebruiker in dit geval wordt veroorzaakt of door vuil of door andere zaken. Of dat het puur een lager is die toevallig helemaal geïsoleerd zit en geen invloed daarvan ondervindt. Ja, dat zijn natuurlijk aspecten die dan veel meer nog gaan spelen. Ja, dus het is belangrijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker belangrijk. Ik wil u danken voor, of jullie moet ik zeggen, danken voor jullie inbrengen. En interessante verhalen. We hebben een video van SPI, waar we naar gaan kijken over hoe het er dan toch misschien in 2050 uit zou kunnen gaan zien. Okay. Dus dank jullie wel. Okay. Liefst. Leuk. De wereld is in transitie. Uitdagingen op het gebied van onze stedelijke omgeving, gebouwprestaties, industriële processen en energie zijn aan de orde van de dag. Maar met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden? Hoe ziet de wereld eruit in 2050? Ik zelf denk dat de wereld er totaal anders uitziet, dat die veel meer verandert dan wij ons nu kunnen voorstellen. Iedereen is straks met elkaar connected. Ja, ik vind het gewoon zo spannend om hiermee om te gaan, want er gaat zoveel veranderen en wij zijn erbij. Hoe moet de industrie van de toekomst eruit zien? Kan je eigenlijk gebouwen, winkels, woningen inrichten dat ze eigenlijk telkens slimmer worden? Dat het lerend is, een soort learning buildings, learning environments. Eigenlijk moet Nederland proeftuinland worden, veel meer experimenteren en ontwikkelen. Hoe kunnen we die energievoorziening beter en
en optimaler doen. Dat we elk ding wat we maar doen, dat dat eigenlijk energie oplevert. Hoe ga je de big data, dus alle informatie, hoe ga je dat nou op de goede manier in dat systeem inbrengen, zodat je vooruit kunt denken met je smart grid? Nou, een mooi voorbeeld vind ik de Skycar. Als iedereen er eentje heeft, dan heb ik geen auto meer op straat nodig. Weet je wel? Dan kan ik gewoon alles op de verdieping zetten. Ik kan gewoon door het raam heen vliegen. Denk even aan de vergrijzing en de technologie die daar ook oplossingen bij heeft in de vorm van zeer geavanceerde scans en ook preventief ziektes ontdekken en daarmee ook de zorgkosten wellicht naar beneden brengen. Wonen in een windmolen die meer energie en water produceert dan wat het consumeert, eigenlijk een soort powerplant, een binnenstedelijke powerplant. Ik droom van een slimme wijk waarin we alle technologieën hebben samengebracht. Dus op een manier waar mensen blijer van worden. Ja, het valt me zo op dat jullie het allemaal hebben over fabrieken van de toekomst. Maar misschien zijn die wel bij de mensen thuis. Want je kunt straks thuis veel meer zelf produceren. Ik droom nog steeds van een straat die alleen maar bestaat uit bakstenen die gloeien. Zowel de vloer als de wanden. En die dan aangestuurd worden door de mensen die er doorheen gaan. En die aan en uit gaan terwijl je langskomt. In een constant veranderende wereld bieden wij innovatieve en duurzame oplossingen. Die de dagelijkse leef- en werkomgeving verbeteren. Dat doen we in heel Nederland. Door lokaal dicht bij onze klanten te zijn. Samen op weg naar 2050.